Vandaag deel ik met je waarom de weersomstandigheden jou ook kunnen helpen bij de begeleiding van je klant. En zelfs als het regent, net als vandaag, en het waait hard, dan is het nog hartstikke fijn om met je klant naar buiten te gaan. Stel je voor, je hebt iemand mee die zit in een burn-out proces of heeft te maken met verlieservaringen. Die zijn heel vaak geneigd om tussen vier muren thuis te blijven zitten en er niet echt op uit te gaan. Zeker niet met bijvoorbeeld dit weer. Nou, je kunt je voorstellen, als jij dan toch zo iemand mee naar buiten hebt genomen en hij komt weer thuis, wat voor gevoel hij over zichzelf heeft. Want ga je zelf maar naar. Je bent lekker buiten geweest of nou ja, je moest naar buiten, dat kan natuurlijk ook zo. En je komt weer thuis en je doet je jas uit en je hebt de warmte van je huis om je heen. Je pakt wat te drinken. Je gevoel is anders dan. En dat is zo'n belangrijk onderdeel voor mensen die dus ja, misschien in de put zitten, depressief zijn. Even eruit en dan weer thuiskomen in je veilige, warme omgeving. En dat is wat jij als coach in de natuur toch mee kunt geven. Ik nodig je van harte uit om dit zelf ook te doen. Ik moet nu heel goed mijn paraplu vasthouden, anders is die weg. Maar ook dat kun je weer gebruiken. Ik wens je heel veel plezier.